Hallo, ik ben Marit Monsanto en docent bij de opleiding Media Management en Media Redactiemedewerker bij het Media College Amsterdam. Sinds 2016 ben ik betrokken bij het practoraat Mediawijsheid. En vorig jaar heb ik voor het practoraat meerdere experimenten gedaan. Over één experiment wil ik jullie graag wat meer vertellen. Bij dat experiment ging ik namelijk aan de slag met een ander practoraat, practoraat Het Nieuwe Kijken, onder leiding van Rufus Baas, een goede collega. En samen hebben wij een lespakket gemaakt met VR-materiaal en bijbehorende lesbrieven. Nou, hoe ben ik daar naartoe gekomen? Ik merkte in mijn les dat als ik voor de klas stond en een moeilijk onderwerp besprak, dat het me wel eens gebeurde dat studenten de ernst ervan niet helemaal inzagen. En dan was het mijn reactie om dan harder te praten, meer voorbeelden te gebruiken, maar alsnog kwam het dan niet altijd even goed aan. En dat wilde ik graag veranderen. Niet om per se een mening te kunnen veranderen, maar om ze er meer in te kunnen laten zien. Zo hebben we wel eens gehad over sluikreclame en dan zeiden zij, ja, dat is toch helemaal niet erg. Kom je gewoon met de reclame tegen. Sterker nog, we kunnen het ook nog wel wat vaker doen, ook in schoolboeken en zo. En dan dacht ik, nee, dat moeten we toch helemaal niet vinden met z'n allen. Kortom, genoeg onderwerpen voor discussie, maar ik wilde ze toch graag op een andere manier kunnen aanbieden. Toen kwam er daar die samenwerking met Rufus. En hebben we samen gekeken naar wat is er nou mogelijk. Zijn practoraat is heel erg bekwaam in het maken van VR-materiaal. En zo kwamen we er samen op dat het heel erg mooi zou zijn wanneer er een serie zou komen waarin jongeren de hoofdrol zouden hebben en verschillende onderwerpen, mediawijze onderwerpen, aan bod zouden komen. We hebben mensen aangetrokken, waaronder een scenario-schrijfster en heel wat technisch personeel. En het was toen aan mij om lesbrieven te maken en ervoor te zorgen dat als we het aanbieden, dat mensen er ook echt wat aan hebben, omdat je weet als docent wat je moet doen in de klas. Je hebt niet alleen een video, maar je weet ook hoe de hele les eruit ziet. Ik ging dus ontwikkelen, de onderwijskundige kant, en het practoraat Het Nieuwe Kijken zorgde voor het materiaal. Dat ging niet altijd even vlekkeloos, want we zijn ook wel eens teruggefloten. Dit geheel kost namelijk best wel wat. En eigenlijk ben ik daar ook nog steeds mee bezig. Het materiaal is namelijk nog niet volledig. Wat heb ik dan wel gedaan? We hebben wel ander materiaal dat we verkregen hebben van Podium. En dat materiaal, dat was al gemaakt, VR-materiaal, en heb ik aangepast voor het mbo-niveau. Ook dus weer lesbrieven gemaakt en mediawijze onderwerpen aangesneden, waardoor je met VR ervoor kan zorgen dat zo'n onderwerp beter binnenkomt. Na de aanpassing is dat op onze website terechtgekomen, mbomediawijs.nl. En stimuleer ik anderen om dat materiaal te gebruiken. Ik heb het zelf ook gebruikt in mijn les. En ik merkte dat door het opzetten van een VR-bril, het afsluiten van de wereld om je heen, maar ook dat je wordt aangesproken in de video als kijker, dat het veel beter bij de studenten binnenkomt. Ik heb de werkgroep van het practoraat gebruikt om mijn lessen wat beter te fine-tunen. Dus ik heb het ze laten zien, we hebben samen nagedacht over voorbeelden en zij hebben bijvoorbeeld met mij meegedacht, de andere docenten, over hoe ik dit beter kon maken voor niveau 1 en 2. Omdat ik zelf namelijk vooral lesgeef aan niveau 4. Kortom, de leergemeenschap, het practoraat Mediawijsheid, heeft me echt geholpen tot een beter product. En om dit experiment te laten slagen. Het practoraat Het Nieuwe Kijken heeft ervoor gezorgd dat ik dit straks nog tot een hoger niveau kan tillen. Omdat we dan ook nog ons eigen VR-materiaal kunnen gaan maken. Wat mij betreft dus een heel groot succes. Ga jij de les ook gebruiken? Ga vooral naar onze website www.mbomediawijs.nl.